Welkom in Oude Hans Dierenpark. We zijn hier vlakbij Pandasia. Het prachtige verblijf dat we hebben gebouwd voor twee reuzenpanda's. Wat is dit een geweldige dag. De opening van Pandasia, het officiële onderkomen van deze twee reuzenpanda's. Jim Jaap en Hoewen. En dan wil ik u alle vragen. Voorzichtig de deur. Naar Pandasia. Naar Hoewen. En we weten niet hoe ze daarop zullen reageren, dus graag rustig, niet te veel lawaai. Ja, wat iedereen zich misschien wel afvraagt, dus kun je een panda nou aaien? Want we hebben allemaal zo'n knuffelidee bij een panda, maar is dat ook echt mogelijk? De regel is eigenlijk dat als panda's boven de 2 jaar zijn, dan worden ze te gevaarlijk om sowieso bij in te gaan. Dus dat doen we sowieso niet meer. In China doen ze dat ook niet. Nee. Dus die regel hebben we, dus we doen alles door het gaas heen. We kunnen wel een aantal dingen aanraken bij ze en dat trainen we ook. Dus dat is meer medische training noemen we dat, dus dat we alles kunnen controleren. Ja. Maar ze vinden het ook wel eens fijn om gewoon met hun rug tegen de tralies aan te zitten en dat je gewoon even... Ja, en dat ze een beetje gekriebeld worden, dat vinden ze wel fijn. Ja. Maar je moet altijd uit de buurt blijven van de tanden en de klauwen. En is het ook veel poepscheppen? Want ik hoorde dat ze 50 kilo bamboe per dag eten. Ja, ja, we geven ze op het moment 40, 50 kilo, dat bieden we ze aan. Ja. Nou, ongeveer de helft eten ze daarvan op. Ah, oké. Dus niet zodat ze dat ook echt, die 50 kilo... Ze kiezen echt uit wat ze lekker vinden. Ja. De ene keer is dat het plat en de andere keer is het te steel. Ja. Dus heel kieskeurig zijn ze. Ja. Maar dat komt ook wel allemaal weer uit, ja. Stinkt de poep? Nee, het is plantaardig. Ja. Plantaardige dingen, over het algemeen stinkt dat niet zo. Nee, ik hoorde dus dat ze 3 dagen in het jaar bij elkaar zijn. Dus ja, ik vroeg me af, is er nu al enige romance of relatie tussen hun of hebben ze elkaar nog niet echt... Ze kunnen elkaar altijd zien als ze binnen zitten, want ze zitten tegenover elkaar. Ja. Het vrouwtje is pas geleden volwassen geworden. Dus dat wil zeggen dat ze de eerste oestruscyclus heeft gehad tijdens de quarantaineperiode. Dus zij is officieel volwassen. Ja. Het mannetje zijn over het algemeen later. Ja. Hij is dus nog niet volwassen. We hopen aankomend jaar dat we bij hem kunnen zien dat hij volwassen is. Dan gaan we kijken of we ze uiteindelijk bij elkaar kunnen zetten. Maar heb je nu al het gevoel dat zij geïnteresseerd is in hem? Of kun je dat nog niet zeggen? Dat kun je wel zien in die periode. Keek ze wel veel naar hem. Okay. We hebben een beetje de piekperiode van 1 dag gehad bij haar. Ja. Dan was ze ook wel veel aan het roepen en veel aandacht vragen ook bij ons.